Voorzitter, de stabiliteit van onze energievoorziening is in gevaar. Het verbranden van koolwaterstoffen wordt hard afgebouwd en een nietsvermoedende Nederlander denkt dat de overheid straks stabiele zonne- en windenergie gaat leveren. Maar daar zijn nogal wat problemen mee. Ten eerste is deze stroom niet stabiel, want als de zon niet schijnt en de wind niet waait, zal je toch energie moeten leveren aan bedrijven en aan huishoudens. En als de zon wel schijnt en het hard waait, dan zul je de basiscentrale moeten terugschakelen en de winst is dan nul. En ten tweede is onze elektriciteitsinfrastructuur niet berekend op deze verandering. En ten derde groeit het verzet tegen de komst van windmolenparken op land en zonneakkers. En dat is volkomen terecht. Omwonenden van een windmolenpark hebben al jaren dezelfde bezwaren. Landschapsvervuiling, verpest uitzicht, hinderlijke slagschaduw van ronddraaiende wieken, hoofdpijn door laagfrequent geluid en een waardedaling van hun woningen. En inmiddels weten zij ook dat over de hele levenscyclus van een windmolen gerekend een windmolen niet duurzaam is. Uit een inventarisatie van de energieplannen van alle Nederlandse regio's blijkt dat uiterlijk in 2030 zo'n 3180 windmolens en zo'n 68.900 voetbalvelden vol zonnepanelen worden gerealiseerd. Maar gelukkig zien we dat het draagvlak voor windmolenparken en zonneakkers afneemt. En hopelijk zal het met deze goed bedoelde, maar niet duurzame oplossingen net zo aflopen als met het verbranden van biomassa. Want daar is inmiddels vriend en vijand het erover eens dat het juist slecht is voor het milieu. En minister Wiebes, uw voorganger, had daar destijds nog een EU-truc op. Namelijk dat je mag aannemen dat een boom net zo hard groeit als hij verbrandt. En dat als je dat in de woestijn doet, dan heb je een leuk circulair systeempje. Maar inmiddels weten we dat dat onzin is en dat er gewoon in Brazilië bomen worden gekapt. En die vervolgens hier in een gesubsidieerde biomassa-centrale worden verbrand. Is de staatssecretaris het met mij eens dat over de hele levenscyclus gerekend windmolenparken, zonneakkers en biomassa-centrales niet duurzaam zijn? En zo niet, kunt u dan een onderzoek laten zien waaruit blijkt dat het wel zo is? En zouden we die miljarden subsidies niet technisch beter kunnen besteden? Voorzitter, oplossingen zijn vaak simpel en voor de hand liggend. In plaats van windmolens op land en velden vol zonnepanelen pleiten wij ervoor om zoveel mogelijk daken van huizen en bedrijfspanden te voorzien van zonnepanelen. Daarvoor pleit overigens ook Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. En ik citeer, In het afgelopen jaar kwamen er 60 zonneparken bij. De komende jaren nog eens 400 en je hebt het dan over 28 vierkante kilometer extra zonnepark. De grootte van een stad als Leiden. En dat moeten we echt niet willen. En er wordt daarin gesteund door hoogleraar energietransitie Jan Rotmans. En die stelt bedrijfsdaken, woningdaken, ze zijn nu nauwelijks bedekt met zonnepanelen. En wat doen we? We gooien ze massaal in de weilanden. En daarbij verdienen op dit moment vooral buitenlandse investeerders aan die zonneparken. En dat is heel onwenselijk. Op slechts 10% van de bedrijfsdaken in Nederland liggen op dit moment zonnepanelen. En als we zonnepanelen op daken van huizen leggen in plaats van dat we zonneakkers aanleggen en windmolens neerzetten, slaan we 4 vliegen in 1 klap. We houden ons landschap mooi, we stappen over op schone energie en we realiseren voor onze inwoners en bedrijven een lagere energierekening. En bovendien hoeft hier de elektriciteitsinfrastructuur niet voor te worden verzwaard. Ja, voorzitter, dan de echte duurzame oplossing, namelijk kernenergie. Wat ons betreft hebben we liever 1 kerncentrale in de Eemshaven dan 1000 windmolens in het Groningse landschap. Dat was de uitkomst van een peiling van het Dagblad van het Noorden, waar bijna 62% van de ondervraagde Groningers stelde geen bezwaar te hebben tegen een kerncentrale als dat de komst van windmolens zou tegenhouden. Door de uitslag van de Kamerverkiezingen is de politieke meerderheid voor kernenergie zelfs groter geworden. En ik zou graag daarom van de staatssecretaris willen weten wat zij gaat doen om zo spoedig mogelijk een kerncentrale te realiseren. Of in ieder geval de voorbereidingen daarvan op te starten. En waarom doen we geen onderzoek om te kijken wat er nodig is om bedrijven te verleiden om kerncentrales te bouwen. En bijvoorbeeld alvast te bekijken op welke locaties deze zouden kunnen komen. Voorzitter, ik ga verder. Verduurzaming is prima, maar dan wel met gezond verstand. Klimaat is een religie geworden en dat is jammer, want er is niets mis met goede initiatieven die leiden tot minder energieverbruik en een schoner milieu. Laten we daarom op technische gronden kiezen voor de beste technieken en de duurzaamste oplossingen. En dat levert soms pijnlijke conclusies op. Een moderne dieselauto is misschien wel schoner dan een elektrische auto. En windmolenparken en zonneakkers zijn misschien wel helemaal niet zo duurzaam als de reclamespotjes ons proberen wijs te maken. En zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven leveren een hoog rendement en direct een lagere energierekening. En aardgas is op de korte en middellange termijn een hele schone brandstof. En het is daarom volkomen onzinnig om als enige land in Europa van het gas af te gaan. Het klinkt duurzaam, maar het is het niet. En of je nu gelooft in de opwarming van de aarde of niet, kernenergie is een schone en stabiele energievorm. Het klimaatdebat is helaas... Wat zegt u? Kunt u afgaan ronden? Ik ben klaar bijna.
Ik was al klaar geweest als u me niet had geïnterpreteerd. Maar goed, het klimaatdebat is helemaal gepolitiseerd en gepolariseerd. De religieuze obsessie met het klimaat is net zo schadelijk als die van de klimaatontkenners. En het is aan ons om die geest weer terug in de fles te krijgen. Ons gezonde verstand te gebruiken, ingenieurs te laten rekenen en dan te kiezen voor oplossingen die ook zonder subsidies nog duurzaam zijn. Dank u wel, voorzitter. Ja.